Ik ben Esther Boskaljon, ben 25 jaar en ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan de KBK richting modevormgeving. Ja, de combinatie tussen creëren en ondernemen past goed bij mij, want ik vind het heel leuk om mooie dingen te maken, dat is mijn passie. Maar ik denk dat ondernemen ook heel erg bij mij past. Ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om een team aan te sturen en die combinatie dat lijkt me gewoon perfect. Voor mijn afstudeercollectie ben ik voornamelijk geïnspireerd door het schilderij Het Wachten van Pijpen Kok. Ik vond het een heel fascinerend schilderij, ik heb hem in het echt gezien. Ik heb er lang voor gestaan. Deze karakters vond ik heel mysterieus en spannend. Je ziet niet helemaal wie zij zijn, wat ze doen, wat voelen ze in hun schild. Dat mysterie komt ook gedeeltelijk door die schaduwen. Die donkere vlakken die aan elkaar geplakt lijken te zijn. Bijvoorbeeld hier gaat een hoed over in de jas. Ik denk dat ik genomineerd ben omdat ik tijdens mijn studie al bezig ben geweest met een logo, met een bedrijf opzetten, met producten verkopen. Het is voor mij als een soort van zelfsprekendheid om voor mezelf te beginnen. Ja, de beurs voor toptalent creatieve industrie is een geweldige kans voor een ontwerper om iets als zelfstandig ontwerper een bedrijf op te zetten. Het geeft je de kans om te blijven doen wat je het liefste doet en wat je altijd hebt gedaan de afgelopen jaren, waar je voor geleerd hebt. Als net afgestudeerde is het geweldig dat deze beurs er is, want het biedt je de mogelijkheid om meteen door te gaan van academie naar zelfstandig ontwerper, ondernemer. Als ik zo'n beurs kan krijgen, dan is dat meteen een kans om meteen te beginnen. Het zou gewoon meteen een vliegende start zijn om mijn droom te verwezenlijken.